Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabots, Metabee version versus Rokusho version. Jordy is verder gekomen, hoe cool is dat? Ja, Jordy heeft eindelijk progress gemaakt. Ook geen idee hoor, maar ja, vandaag doe ik niet zo heel veel. Ik ben eerst echt aan het kijken van oké, heb ik nog dingen die een beetje bij elkaar kunnen passen. Ja. Nee, dat is niks. Monkey, heb ik daar iets van? Nee. Squid. Ja. Ja. Nou, ik heb een plus 7 op bijna alles, dus dat is mooi. Dus, Yay! Een plus 7? Ik dacht dat het plus 1 was. Nee, dit is super logisch, hè. Rokusho's medal op Rokusho is plus 4. Maar bijvoorbeeld de Oh, jij kan natuurlijk plus 1 zijn, maar het lijkt meer op plus 7. Ik dacht dat het plus 1 was namelijk. Nou, als het plus 1 is, vind ik het ook goed. Dat is wel meer dan als je een moeite zou krijgen. Oké. Nou, zoals je zegt, ik maak progress, dus dan is het ook gewoon even tijd om te kijken van oké, kan ik nog een beetje in de buurt komen. Oké, laten we even kijken hoe dit gaat. Als ik hem op automatic heb staan, gaat hij dan super of niet? Dat is de vraag. That's the questioning. Wat een heb jij die sneeuwmensen ook gezien? Sneeuwmensen? Die sneeuwpoppen. Nee, ik moet nu tegen een bot die heeft 3 parts van 160. Wauw. Oh nee, 2 parts van 160 en 1 van 140. Nee, ik ben nu tegen een sneeuwpop aan het vechten. Leuk. Oh, die bots, sneeuwpop bots. Ja, die ken ik wel. Ja. Ze zijn niet leuk, want ze vriezen je alleen maar. Dat heb je met sneeuw wel eens. Zo. Ik wil vaker tegen deze. Je kan er best wel een goede bot uithalen, denk ik. Oh, vast. Ik heb een vraagje, hè. Kan je aan parts, stel je hebt de parts van iets, kan je daaraan zien welke medal je daarvoor nodig hebt? Ja. Ja? Ja. Het is niet logisch. Oké. Okay. Maar bijvoorbeeld, stel jij hebt de spider medal. Als je een middenpart ziet wat lijkt op een spin, of denkt van oké, dit lijkt op een spin of dit heeft vergelijkbare dingen met een spin. Ja, maar het staat nergens duidelijk, zeg maar. Nee. Okay. Oh, dit is dan weer zo achterlijk. Wacht tegen de pinguïn die alles hielt. Oh ja, die is heel leuk. Dit is zo. En het echt nog, het heeft niet eens HP. Dus als je 1 hit hebt, dan heb je hem waarschijnlijk al dood. Maar ja. Ik mag denk ik zo meteen gaan resetten, omdat dit zo annoying is. En ik maar denken van oké, na verloop van tijd gaat het wel makkelijk. Kan je hem automatisch zetten? Nee, kan niet. Nee. Coachie, kan je letterlijk op automatic hebben staan? Totdat je rival is. Ja. En een random fight mee, sorry. Ik reset al, want dit haal ik niet, want hij heeft alles al geheeld van de dingen. Nou, ik heb tenminste even tussendoor kunnen saven, dus dat scheelt al een heleboel. Maar heb ik nu... Ik heb mijn ding aangepast, hè? Ja. Ja, ik zit echt te kijken van oké, is dit wijze, maar ik heb volgens mij ook niks anders wat... Het is dat deze zo moeilijk is om te verslaan, anders zou ik deze echt grinden, want die heeft gewoon 2 bots die ik best wel graag zou willen. Oké. Nee, ik ga echt wel met de octopus verder. Ik weet alleen of het goed is, maar ja. Laat ik ervoor weer eerlijk zijn, ik weet momenteel sowieso niet wat goed is. Nee.
pak maar gewoon mijn rubber robot medals en ik ga gewoon proberen om gewoon even stories te doen. Want veel meer opties heb ik toch momenteel niet. Nee, precies. Oké, dus dit is al de dingen. Oké. Nou, doen we niet. Even kijken, wat doen we? Het is inside, hè? Ding. Ja. Pas me denk even aan iets anders. Even kijken. Heb je nog andere wielen of? Nee, dat is hem. Oké. Okay. Nou, dan doen we het op deze manier. 7 en dan doen we ook, beginnen we ook aan het tournament. Yay. Ja, ik ben even aan het zoeken van oké, hoe kan ik er nog even zorgen dat ik nog een beetje tijd inhaal? Ik denk dat je er uiteindelijk echt wel de tijd genoeg inhaalt, hoor. Ah, denk ik ook wel, maar... Ik zit er wel zo in van... Kan niet snel genoeg gebeuren. Nee. Yeah. Oké, ik vind het game hartstikke leuk, maar ik wil ook gewoon langs plekken begrijpen van... Oké, jongens, wanneer begint de game nu daadwerkelijk? Yeah. Mooiste vind ik pas... Nu pas krijgen wij die scheidsrechter te zien, hè? Okay, charge. Nou, kijk even hoe dit werkt. Zo. Hopelijk werkt het. Okay. Weer de shield doet. Oké, waarom kan iedereen vriezen? Dat vind ik niet leuk. Ik wil niet gefrozen zijn iedere keer. You're frozen solid. Kijk, wat ik wel begin te begrijpen is, oké, als ik ongeveer weet wat voor arena het is, gewoon meteen de benen veranderen. Ja, heeft dat net? Ja, dan ben je sowieso sneller. Of het super veel nut heeft, weet ik niet, maar je bent tenminste sneller en dan weet je gewoon van oké, ik kan eerder aanvallen. Oké. Maar ik heb van mijn ding geleerd van sommige dingen van de eerdere fights. Als ik niet snel aan de beurt ben, dan kan ik niet zoveel voor jou. Nee. Of je nou de juiste medabots voor deze dingen hebt, weet ik niet, maar ja, laat het eerlijk zijn. Je hebt momenteel ook gewoon geen andere opties. Nee. Ja, want in deze game geeft je toch niet de optie van hey, ja, hier heb je 10 parts om een nieuwe medabot te maken. Nee, dat klopt. Oké. Slag. Oké. Want ook al zouden ze bij wijze van spreken de optie geven, oké, hier heb je een shop, je kan alle onderdelen kopen die van een medabot die je bent tegengekomen. Ja. En dan mag de ene echt wel duurder zijn dan de andere, dat is ook niet eens een probleem. Maar ja. Dat is ook gewoon al niet. Dat vind ik ook logisch. Erika, ja, ik ga eentje gebruiken om te shielden en ander om te counteren. Ja, maar oké, maar degene die het shield heeft, focussen wij ons op omdat hij een shield heeft. Ja. Ja, maar dat maakt niet uit. Oké, als jij het zegt. Ja, ik merk ook gewoon echt dat ik een stuk sneller ben met Rokusho als die wieltjes heeft. Zo. Ik zit nu in een fight. Ja.
Dat is gewoon een random fight. En hij is niet per se moeilijk, maar het duurt zo lang. En hij duurt lang omdat je traag bent? Waarom duurt hij lang? Nee, hij duurt lang omdat hij dus één shield bot heeft. Die dus die twee van 160 heeft en één van 140. Aha, ja oké, okay. Dan duurt het inderdaad lang, ja. Ja, de reden waarom deze lang duurt is omdat ik alle shields niet ben, maar gewoon metaphors aan het gatheren. Mm-hmm. Oké, dit had niet schenen kloot uitgemaakt, want de ene protect team, maar de andere was al een protect status, dus zeer logisch. Zo. Ja, mooi. Doe het maar mooi op die van Erika. Dan is die waarschijnlijk van Erika nu kapot. Nee, alleen de armen. Klote zooi. Oké. Okay. Nou. Even kijken. Ik zit nu op het punt dat ik geen idee heb waar ik naartoe moet. Ah, oké, maar op dat punt zijn we altijd. Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Dat stukje waar jij nu bent, zeg maar, toen was het best wel duidelijk de hele tijd wat er gedaan moest worden. Recht toe, recht aan dus. Ja. Nice. Oké, die is kapot. Krijgen we meteen de kop kapot? Nee. Ja, je doet 52 damage. Hartstikke mooi. Hij heeft 60 HP. Ja, oké. Okay. Geef me dan maar gewoon die 60 HP dan ook maar meteen. Ja. Maar dan ben je eigenlijk gewoon een beurt kwijt, hè? Dan kill je zo meteen diegene met 1 HP en dan... Ja, jammer. De beurt is net voorbij. Oeh, ik krijg een schild, dat is mooi. Nou. Gaan we even saven en dan is de volgende kaart. Je moet iets van 5 of 6 battles doen. Oh, ja, dat is kut. Het is Karin. Hm. Oh. Hoe wist ik dat toch? Misschien was Karin letterlijk in het ding staat. Oh. Oh ja, je moet elke keer tegen degene die in de ding in de wachtraakkamer zit, zeg maar. Oké. Ik wil je even luisteren naar deze omschrijving, ja? Ja. Missile. 100% hit rate en chain reaction damage. Ja. 100% hitrate. Dat weet ik. Dat doe ik. Daarom speel ik altijd Metabot. Nee, Metabee heeft een missile. Echt. Het hoofd van Metabee heeft missile. Dus die kan ik altijd raken. Zo. Maar je hebt dus ook zo'n clown. Die heeft als handen heeft hij zo'n van die mobieltjes, weet je wel, wat je boven kinderen hangt. Ja. Hoe heet het? En dat zijn allebei ook missile afvuurders, zeg maar. Dus dat is best wel een goede, denk ik, die clown. Zou kunnen. Oké, okay, volgende fight. Ja, kom maar door. Nou. Ik ben ook maar gewoon tussen iedere fight nu maar gewoon mijn dingen aan het aanpassen. Oké. Okay. Niet omdat ik een idee heb, maar gewoon omdat ik denk, weet je wat... dat ik het duidelijk allemaal, dus vind ik het. Zo. Ik gebruik dat ik nu een Seamer bot binnen, omdat hij een evasion heeft van 75. Oké.
dat is wel onzin. Maar hey, zolang het werkt, vind ik het alles goed. Yep. Waar moet ik naartoe? Links. Oké. Zo. Oké. Dat is duidelijk. Dus wanneer soms kan je gewoon gebruiken van ja, sorry, nu gebruik ik gewoon geen metaphors meer. Ja, jongens, leuk. Mm-hmm. Of een betere. Een van die dingen van Karin kan dus blijkbaar een ability doen, waardoor die iedere beurt gewoon damage hield. Oh ja, klopt. Ja, die is er inderdaad ook. Wat is dat voor een onzin? Magische poeder. Ja, die wil ik ondertussen wel graag hebben, ja. Magische medabot mag ook, maar magische poeder heel graag. Maar dat spamt ze ook gewoon, hè? Gewoon, nee, je mag geen metaforce gebruiken. Oh ja, ja, dat klopt. Ja, dat is echt kut. Maar het heeft ook HP van niks. Haar meeste is 35, dan is het 15, 10. Echt. En ik kan merken dat sommige dingen zoveel sneller zijn, want ik heb letterlijk de eerste beurt gezegd, oké, jij valt dat aan. Ondertussen ben ik 3 beurten verder met Rokusho en heeft hij dat onderdeel al kapot gemaakt. Ja. Nu moet ik ook weer iets doen dat je echt denkt van, what the fuck is dit? Wat moet je doen dan? Ik moet een arcade game spelen. Mm-hmm. En je hebt geen idee wat je in die arcade game moet doen? Jawel, jawel, dat wel. Oké, maar de concentratie moet erbij. Ja, oh, kut. Dood. Ja. Ik heb eigenlijk ondertussen een hele goede vraag voor jou. Ja. Yeah. Wat is er gebeurd met het visgraat en citroenverhaal? Oh ja, inderdaad. Daar vertelde ik de vorige keer over. Wat er is gebeurd met de visgraat en het citroenverhaal? Nou, uiteindelijk ben ik er dus achter gekomen voor welke buurvrouw dat briefje was. Wacht, ik moet even opletten hoor. Ja, nee, is prima. Oké. Oh, ik heb verloren, denk ik. Het was meer van, ik wist van welke buurvrouw het was. En ik heb daar aangebeld van ja, het is niet echt netjes om iemand te beschuldigen zonder dat je weet van wie het is. Mm-hmm. En toen had ze blijkbaar die dag dat ik naar haar toe kwam, was degene van wie het was ook al bij haar langs geweest. Alleen ik had dus een briefje op de deur geplakt, had ik de vorige keer verteld. Nee. Ik had een briefje op de deur geplakt met ja, gewoon uitgelegd dat ik het niet zo netjes vond. Want ik had verwacht dat zij er nog wel terug zou komen omdat ik het weer op de straat had gelegd, zeg maar. Mm-hmm. Oh, dit is echt lastig, man. Dat was dus ook zo, alleen ze probeert een beetje te verbloemen daarmee. Dus juist door het briefje weg te pakken en hopen dat ik er niks meer mee zou doen. Ja. En toen, ja, echt excuses heeft ze niet aangeboden. Alleen ze zei wel van, ja, het was niet zo handig voor mij. Maar, ja. Nee, lijkt me nogal wie dus, ja. Ja. Yeah. Dus dat eigenlijk. Oké, als jij hier bent, ja, ik wil je wel gaan uitleggen wat je moet doen, want als je er zelf achter moet komen. Mm-hmm. Het is niet echt logisch. Nee, maar ik heb in ieder geval de arcade game gewonnen. Nice. En wat heb je nu van gekregen? Een Rubber Robo Medal en ik kan weer verder progressen. Het is handig, dat wel, maar ja. Wauw. Geef me dan een Timpad. En toegeven dat ik momenteel toch geen klote eerlijk gezegd aan, want je kan maar toch maar 3. Ja, maar ik wil een dames timpad. Ja, oké, dan passen we. Heb ik iets van anti-C voor dingen? Nee. Oh.
snakebites en... Wow, yo, is dit? Oeh, is dat de reigning champion? Ik denk dat dit de reigning champion is. Oh nee, het is een prince. Wat? Ja, dat weet je toch? Ik moet tegen een prince. Dat is mooi. Monkey. Doe maar chameleon. Oké, 7 weer en dan is het tijd tegen Sloan. Kijk of dat lukt. Wow, yo, die bots van die prins zijn wel vet. Ja? Ja, die zien er wel vet uit. Dus die stelen we vanavond? Jazeker, Ring. Zoals Sander dat zou zeggen. Oké, deze. Deze en doe deze. Even kijken. Doe maar deze. Oké, kijk of dit werkt. Het is ook gewoon van, ik wil gewoon soms even een paar onderdelen hebben waar je daadwerkelijk ook iets aan hebt. Mm-hmm. En ik vraag niet heel veel. Ik wil gewoon alle meta parts van alle metabots die ik ben tegengekomen. Ja, inderdaad. Lijkt me niet zo heel ingewikkeld. Want de game is al moeilijk genoeg. Zonde, dus geef ze gewoon. Oh, dit wordt echt een kut battle, heb ik al gezien. Ja. Yup. Okay. Veel succes ermee. Ja. sowieso meteen zien. Ik had moeite met die fight, maar bij jou was het compleet iets anders. Ja. Ik mag zo meteen die fight doen, is piss easy. Wat? Dit doet geen effect? Waarom doet dit geen effect? Omdat waarschijnlijk Kai één part aan heeft waardoor het geen effect heeft. Wat een kutspel. Ja. Dat was ondertussen voor mij wel duidelijk, ja. Er zijn heel veel dingen in deze game waarvan ik afvraag van... Dit had misschien op deze manier beter gekund, dit had misschien op die manier beter gekund. Wacht, niks heeft meer effect. Hoe werkt dit? Goeie vraag. Want dat vraag ik me ook... Dat vraag ik me ook af. Ik denk misschien zometeen weer gaan wisselen naar iets anders, want ik heb mijn Phoenix gebruikt op een strike ding, maar dat strijken werkt voor geen meter. Hmm. Wauw. Ik weet dat wij, nou wat zouden we zijn? Zouden wij op 20% van de game zijn nu? Dat denk ik, ja, zoiets. Waarom doen sommige dingen nog steeds met 5 damage of zo? Omdat hij dus daar niet goed tegen is. Bijvoorbeeld mijn groene bat, zeg maar. Ja. Die is, nou, doet zijn naam eer aan. Die is best wel bad. Die doet alleen veel damage. Ja. Die doet alleen veel damage tegen anti-airs. Maar verder doet hij echt helemaal nergens damage tegen. Ja, waarom heb je dan niet andere parts opgezet ondertussen? Ja, dat is een goeie. Ik heb gewoon... Iets in mij wil gewoon niet een niet-complete robot gebruiken ofzo. Ja, snap ik. Lief, ik ben het op zich volledig met je eens, maar ja. Met sommige dingen zit je ook echt zo van, ja. Als ik die onderdelen niet heb, dan heb ik die onderdelen niet. Dus dan zit je ook al heel snel zo van, ja, lama. Daarom wil ik heel graag gewoon een complete nieuwe bot, zeg maar. Maar ja, omdat je niks kan kopen, of niks goed kan kopen. Ja, en dat is het voornaamste. Je kan niet echt iets goeds kopen. Je zit echt te kijken van, oké, mag ik een anti-seeding? Want je ziet zelf al van, oké, nu gaat het lekker. Bij mij nu. Yep. Famous last words, I know, maar... Ja. Ik kan momenteel nu wel gewoon even op een normale manier even door. Ja. Maar niet omdat ik de juiste dingen heb. Als ik bij wijze van spreken
een volledige anti-C had gehad, had ik, was misschien wat sneller geweest. Maar ik heb eigenlijk maar één onderdeel wat anti-C is op dit moment. Mm-hmm. Dus ja, als dat kapot gaat, ja, jammer dan. By the way, jij vroeg nog of jij een female Timpet wilde, hè? Ik zie dat Sloan hier twee heeft. Gewoon even Sloan rondje doen. Werkte dat maar zo? Ja. Werkt het maar zo van, ja, ik wil graag dat onderdeel. Oké. Okay. En niet dat je 20 keer dezelfde krijgt. Nope. Wat zou inderdaad dat je gewoon mocht kiezen. Gewoon uit de bots die ze gebruiken. Ja. Dat je gewoon één onderdeel mocht kiezen. Ja, dat zou al zoveel schelen. Of zeggen van, oké. Of dat je mag zeggen van, oké, ik wil tenminste die bot. Ja. Dat je misschien niet de part krijgt die je zou willen, oké, maar dat je tenminste kan kiezen van, oké, ik wil een part van die bot. Ja. En niet zo van, ja, sorry, je krijgt niet voor de zoveelste keer deze. Oké, dat is volgens mij heel erg gebroken, maar ik wil eerst even zien of dit werkt. Nee, werkt niet. Jammer dan. Wat dacht je? De chameleon heeft als metaforce hide and seek. Dat jouw, hoe zou ik het zeggen, evasion omhoog gaat. Ik denk van oké, prima, ik activeer het. Misschien ben ik wat moeilijker te raken. Hij schiet direct raak. Sad. Dus ja, dan is dat ook gewoon een leugen. Deze battle is zo vermoeiend. Nee, dat is deze waar ik vecht tegen iemand die letterlijk ik gewoon niet kan raken. Nou, ik moet tegen drie dezelfde bots die dus allebei die soorten schilden hebben. Het zilveren schild is dat je als je die triggert, zeg maar, dat je helemaal niet raakt. Mm-hmm. En het blauwe schild is als die triggert kan je dan in ieder geval diegene zelf wel raken. Ja. Maar jezus. Oké. Ik hoef hier niks aan te passen. Ik wil jou even aanpassen naar iets anders. Het kutte is ook dat zilveren schild, dus dat goede schild, dat is ook hun hoofd, zeg maar. Degene die dat schild gebruikt. Oké. Ik ga toch naar de slang. Ik deed 6 op spraak. Ja. Niet omdat de slang zo super goed is, maar omdat hij heeft me ook nooit teleurgesteld. Nope. Zo. Nou, volgende tegen Spikey. Spikey. Hoe erg loop ik achter? Ja, niet zo heel veel. Dat is het probleem. Ik begon met Spike vorige aflevering. Dat was het begin van mijn vorige aflevering. En ik zit nu bij een fight waarvan ik nog afvraag of ik die wil halen. En deze battle is zo'n pain in the ass. Hij heeft slome bots, maar dat is perfect voor de bots die hij heeft. Ja. Want hoe slomer zijn bots zijn, hoe langer die genieten kan van die schilden, zeg maar. Ja. Ah. Ja, dat is best. Wacht, krijg je nu. Nee, ik kan. Ik ga even iets uitzoeken. Niet in deze part, want ik denk deze part bijna te ijdel loopt, maar. Ja. Er valt mij iets op dat. Oh jee. Want doe jij soms charge metaphors? Heel zelden, maar soms. Ja, het valt me op dat als jij een bepaald been hebt, dat je misschien meer krijgt voor zo'n charge dan normaal. Oeh. Dat zou op zich handig zijn. Ja, dat dacht ik. Dat zie ik nu ook. Toegeven, veel van die dingen zijn 80, dus je moet hem toch volledig doen, maar. Oh, ik haat deze kip zo. Ja, kijk, Milan, ik zeg maar één ding en ik zal het nog wel vaker zeggen. Dit was jouw idee. Ja, nu kunnen je mij ook een keertje pakken hiermee. Ja, ach. Ik doe het later wel bij Nando wanneer ik met hem Persona 5 Royal ga doen. Persona 5
Persona 5. Ik zei het al tegen je, maar ik moet zeggen dat die templates echt heel vet. Dank je. Ze zitten goed in elkaar. Sommige templates kosten niet zo heel veel moeite, maar sommige zit je echt zo te kijken van hoe de fuck ga ik dit nou doen? Ja. Maar het is echt gewoon perfect. Weet je, ik heb Persona nog nooit gespeeld. Het enige wat ik van Persona weet is eigenlijk alles wat er te zien is in een Direct. Ja. En toch echt schreeuwt het Persona. Mm. Ja, klopt. En het mooiste wel in Persona is, en dat is eigenlijk alleen maar vanaf 3, 4 en 5. Iedere Persona game wil gewoon zijn eigen kleur. Oh echt? Oh, ja. Dat is wel grappig. 3 heeft blauw, 4 heeft geel en 5 heeft rood. Oké. Okay. En komt er een 6, denk je, of niet? Ja, komt denk ik wel een 6, maar sinds, ja, ik wil zeggen, 4, brengen ze zoveel extra spin-off games uit. Want je hebt nu ook Persona, je hebt Dancing, je hebt Definitive versies zoals bijvoorbeeld Persona 4 Golden en Persona 5 Royal. Ik denk dat ik meer uitleg zometeen, want ik denk dat we over tijd zijn, of niet? Ja, maar ik zit nog wel midden in die battle. Maar die battle maakt de volgende aflevering wel af. Yep. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering doen? Daar heb je mogelijk je heel graag bij de volgende aflevering van Metabots. Doei!